Yo gasten van het kanaal van Arjan 1995 PS3, mijn naam is de Project en vandaag doe ik Super Sniper Zaterdag. En allereerst wil ik eventjes zeggen, jullie horen keyboard sound op de achtergrond, spijt me daarvoor, spijt me enorm daarvoor. Ik speel, oh man, ik ben zo goed, holy shit, wow, deze enemy is slecht, holy shit, zo. Het heeft namelijk niks te maken met Super Sniper Zaterdag, maar ik wil even laten zien dat ik echt enorm beatman ben, hoppakee. Oh, hoppakee. Zo, ik ben nu al streak. Lekker. Hop, gooi die druk even bij. Oh, tering, kill mezelf. Nou ja, maakt het uit. 7-1 gaat lekker. En nogmaals, sorry voor het getik op de achtergrond. Oh, dat is 1 kill. Oh man, oh my god. Hoe kan iemand zo pro zijn, hè? Niet normaal. Hoppakee. Oh. Hop, kut in mijn rug. Mij opzoeken? Toch wel? Toch niet? Is het nou? Wel of niet? Kijk die vier! Hoppakee, weer Alstrix. Lekker bezig. Hoppakee, C4'tje erbij, want weet je wat maakt het allemaal ook uit? Kan gewoon. Hoppakee, Merciless nu al. Gaat ziek nice. Hop, die er ook nog bij kan gewoon. Weer de killer. Zo, gaat echt bies, man. Niet normaal, holy shit. Oh, shotgun er achter me. Even een flesje. En hij flakjacket de hond. Oh, en ik ben dood. Nee jongens, dit was natuurlijk zwaar voor de fun. Ik ga nu even overswitchen naar een echte game. Want dit is natuurlijk niet leuk om naar te kijken. Want dit is natuurlijk veel te makkelijk. Dus jongens, tot zo. Yo gasten, daar ben ik weer. Nogmaals, als je het nog niet gehoord hebt, wat ik aan het begin zei, en je zit je nu achter te vragen waarom je keyboard sound hoort, het spijt me daarvoor. Ik ben een PC gamer, dus je zal dat keyboard sound geheid horen. Maar ja, dit is dus wel gewoon een free for all game, zoals je ziet. Ik zou even op dat drukken, zoals jullie dat zien, dat er echt gewoon echt mensen in zitten. Niet dat ik weer combat training aan het doen ben voor de gein natuurlijk. Maar ja, laten we maar even beginnen, want ik doe vandaag Super Sniper Zaterdag natuurlijk. Vorige week heeft de market gedaan uit mijn hoofd. Zoals ik ook al in het begin zei volgens mij. Maar Arjan bood dat aan. En ik dacht, nou weet je wat, dat doe ik gewoon. Dat vind ik wel leuk om te doen. Ik heb vroeger ook al een keer voor de gein gezegd dat ik Arjan's kanaal een keer overnam. Had ik 2 dagen achter elkaar geüpload toen Arjan op vakantie was. Dus dat was op zich wel grappig. Want sommige mensen die dachten ook echt dat het echt zo was. Dus dat ik zo'n droevig muziekje erin gemaakt en zo. En let trouwens niet op mijn gescheld. Als je er niet tegen kan, het spijt me enorm hard, maar dat gaat waarschijnlijk nogal wel eens gebeuren in deze commentary. Dat ik wat scheld, want ja, nou ja, je kan zeggen dat ik daar bekend om sta, maar het klinkt ook weer zo lullig en egoïstisch. Maar het is zeg maar mijn kenmerk dat ik iedereen altijd bij elkaar scheld, zeg maar. Daar komt het op neer. Maar tot nu toe is dat totaal niet nodig, want ik ga ziek goed. 4-0, gaat lekker. Zal ik gewoon een flawless sniper die vooral neerpleuren dan voor jullie. Hoppakee. Hoppakee. Ik speel natuurlijk ook wel eens met de kap 40, want ja, dat is gewoon nodig. Anders gaat het niet zo goed namelijk. Oké, zit er. What the fuck? Dus nogmaals, sorry als het keyboard geluidje enorm stoort. Kom dan. Enorm goed zeg, 9-0, what the fuck. En ja, dat is ook de kracht van Free Fall. Want ja, jeetje, kijk, ik kan nu nog wat tips geven over Black Ops, over Black Ops 2. Call of Duty Ghost komt er bijna aan, dus daar heb je ook geen move meer aan. Maar doe is dus eigenlijk van, probeer gewoon één kant van de map zwaar af te schermen. Dus zoals ik hier nu dus doe bij deze kant van het schip, de achterliggende care package. Dus die gaan we gewoon even flashen. Care tactical. Fuck my life, 9-0 en dan kun je zo'n kutproberen. Tering. Dit is echt weer een enorme faal. Holy Jezus. Gelukkig loopt hij daar zonder flatchecken. Tering. Nou, 10-2, dus gaat zeker wel lekker deze free for all life. Denk ik die maat. Probeer mij te sponsoren, dan denk ik niet, joh. Oh, fuck. Tyfus. Maar ik hoop gewoon dat jullie dit dus leuk vinden. Laat er vast een likeje achter trouwens als je nu kijkt voor Arjan natuurlijk. Want Arjan is gewoon eigenlijk een hele luie flikker die iedereen altijd vraagt om andere dingen te doen. Dus
Ja, als ik jullie was, zou ik ook echt denken van, weet je wat, Arjan, fuck jou gewoon. Wij gaan gewoon niet meer bij jou kijken. Nee, grapje, Arjan is een hele aardige kerel. Ik kan het goed met hem vinden. Hij heeft het goed voor elkaar, ook met DD, DHD. Want DDG is echt, what the fuck. Maar goed voor elkaar met DHD. Dus, weet je, respect daar gewoon. Dieve scampende hoerenlikker met je penis op de asfalt. Smerig kut, joh. Kijk, en dan, ja, dat zou je zeggen, zo noem je campers, hè. Ik moet je gek worden, maar smal erachteraan kan gewoon. Maak het allemaal uit. Maak het allemaal uit. Zo, Project, hoeveel ga je missen? Jezus. Tjering! Ik miste letterlijk alles. What the fuck, gek. What the fuck, gek. Ga dood. Dat is die kutcamper van de net. Dievenslijer. Komt die derde ook? Zo, damn reflexes, mate. Holy titties. Holy stiff nipples. Dat was goede shit. Oké, okay, hij loopt daar dus. Pak hem. Tering. Die had zeker... Die gozer had letterlijk nog twee kap 40 kogeltjes nodig, denk ik. En dan had ik hem op zeker gehad. Tering, leier. Nou ja, het gaat er natuurlijk gewoon om dat ik deze vrienden al win. Tiddies, fucking hitmarkers, jongen. Holy Jesus. Oké, die had ik lekker voor deze super sniper zaterdag. Super sniper zaterdag. Spant sowieso één achter mij. Oké, niet. Oké, lekker bezig, Freek. Tyfus. Als ik hem nou had geraakt, dan had ik het nog leuk gevonden. Maar nu vind ik het alweer een beetje minder. Dat is jammer natuurlijk. Dat kan. Dat is mogelijk. Die was zeker wel raak hoor, die tweede kogel. En ik werd weer gekild door die klote camp. En het kut, kindje. Ik heb hem net ook alweer killen. Drama. Ja, tyfus. Ik moet deze free fall winnen, man. Het zit zo close tegen elkaar aan nu. Waarom heb ik steeds het gevoel dat ze achter me spannen? Oké, nu gaat hij lekker. Waar is hij dan? Oh, killed an enemy in mid-air, gek. Die was ziek, neef. Tering, die was close. Hoeveel sta ik eigenlijk? 26-15. Zeker netjes. Gaat zeker wel goed. Voor een lange tijd geen Call of Duty meer gespeeld hebben. En nu alleen even snel een episodeje opnemen voor onze grote vriend Arjan. Doe maar even. Oké, hij is dus dood, kutzwing. Baas, gek. Laatste kill. Nee! Kidding me? For fuck's sake. 28 kills en 16 deaths. 29 points. Ik had gewoon één kill nodig en dan had ik hem. Jammer, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deze Super Sniper zaterdag een keer van mij. Excuses nogmaals voor het toetsenbord geluid. Ik hoop niet dat het jullie heel erg heeft gestoord. Maar ik hoop wel gewoon dat jullie dit een leuke Super Sniper Zaterdag gevonden. Laat even een like achter voor Arjan. Check mijn kanaal in de beschrijving. Laat een reactie achter wat je ervan vond. En ik zeg later gasten. Ciao.